Missie Kaba bezoekt Moedersdorp, nieuw koffiekamp. Minister André Missie Kaba, sociale zaken en volkshuisvesting, is vrijdagmiddag met zijn gezin vertrokken naar nieuw koffiekamp in Brokopondo om zijn opwachting te maken bij het traditioneel gezag van het dorp. Dit als eerbetoon en dankbaarheid voor het feit dat hij zoon is van een vrouw uit het dorp. De ontvangst van de bewindsman in het dorp was overweldigend. Nog dezelfde avond is er een kroeg toegehouden. Het traditioneel gezag en de dorpelingen hebben tijdens de kroetoe aangegeven zeer ingenomen te zijn met deze daad van erkenning van de minister naar het dorp toe en daarmee voor de normen en waarden van het binnenland. Het dorp heeft Missie Kaba alle morele steun toegezegd bij de uitoefening van zijn taak. De volgende ochtend is tevens een gebedsdienst gehouden om de almachtige kracht en wijsheid af te smeken voor de bewindsman die met zijn gezin heeft overnacht in het dorp.